Wat voor belasting betaal je als je als ZZP'er niets laat uitkeren aan jezelf, maar het op een zakelijke rekening laat staan? Als ondernemer met een eenmanszaak, een ZZP'er, dan betaal je inkomstenbelasting. En hierbij maakt het niets uit of je dat geld hebt staan op je zakelijke rekening of op je privérekening. De Belastingdienst ziet jou namelijk als één, jou en je onderneming. Je betaalt inkomstenbelasting over je winst uit onderneming. En hierbij maakt het dus niet uit of jij geld overmaakt vanuit je zakelijke rekening naar je privérekening of andersom. Hou deze mutaties wel even goed bij, dus alles wat je intern overboekt van en na jezelf. Want deze moet je als privéonttrekkingen en privéstortingen duidelijk aangeven in je aangifte inkomstenbelasting. Maar je betaalt dus niets meer of niets minder als je niets overmaakt vanuit je zakelijke rekening naar je privérekening.